Ze zeggen wel eens dat als je niks post over je vakantie, dat je eigenlijk niet op vakantie bent geweest. Maar werkt het ook andersom? Als ik niet op vakantie ga, maar ik post wel allemaal vakantiefoto's, ben ik dan eigenlijk toch wel op vakantie geweest? Ik zag een video voorbij komen bij George Mason TV dat hij een week lang deed alsof hij aan het reizen was, terwijl dat eigenlijk niet zo was. Een heleboel van zijn volgers geloofden dat, maar mijn volgers zijn natuurlijk veel cooler en slimmer dan die van hem. Dus ik was benieuwd of het mij ook ging lukken om jullie allemaal te laten denken dat ik aan het reizen ben, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Ik begin simpel, maar mijn reizen en content worden steeds gekker en ongeloofwaardiger. Hoe lang gaat het duren voordat de eerste mensen hun twijfels hebben bij mijn vakanties? Waarschijnlijk minder lang nadat ik mijn twijfels trek bij of jij wel bent geabonneerd op mijn kanaal. En misschien denk je wel dat je geabonneerd bent, want je mijn video's altijd voorbij ziet komen, maar dat hoeft helemaal niet. Je bent het niet, klik op de abonneerknop joh. Man. Om maar een beetje makkelijk en dicht bij huis te beginnen, vlieg ik vandaag naar het iconische Parijs. Ah, alright. Dus ik moet even wat content gaan verzamelen op mijn telefoon. De enige die ik kon vinden van Schiphol is deze. Dan ga ik deze namelijk nu even posten als eerst. Locatie: Amsterdam Airport Schiphol. Post. Er zijn ook heel veel mensen waarmee ik dingen heb afgesproken deze week bijvoorbeeld. En die denken dan allemaal van, where's he going? Dit gaat zoveel vragen oproepen. Maar goed, dit is nog niet verdacht. Dit gaat niemand verdacht vinden. Wat wel lastiger wordt, is de foto. En die foto ga ik nu van internet plukken. Want ik heb eerst een foto nodig met iets van de Eiffeltoren of zo op de achtergrond, waar ik mezelf in kan photoshoppen. Kijk, zoiets. Zo. Ja, gewoon van iemands Insta. Moet ik hem halen. Insta. Ja, juist. Kijk, dit moet ik hebben natuurlijk. Gewoon iemands foto. Ik denk dat dit wel een goeie is, hoor. Dit wordt hem. Ik ga nu een foto maken dat ik hierop pas. Wie is dit eigenlijk? Omdat het bij mij momenteel bewolkt is, heb ik expres een foto gezocht waar het ook bewolkt is, zodat het licht zou matchen. Alright, ik moet zeggen, het is natuurlijk wat minder goed weer, dus ik ben al een tijdje niet op het dakterras geweest. En het ziet er, ik ben een tijdje niet geweest, laten we daar houden. En ik heb dus zo'n ding voor mijn telefoon, alleen blijkbaar is deze kapot. Maar goed, ik denk dat hij misschien nog wel werkt. Oh mijn god! Shit. Kijk deze verzatjes van het ding. Zo. Nu ben ik helemaal het mannetje. Ja, deze blik, deze is goed. Hoor. Nee, dus ik hield een onnodig lange, trieste fotoshoot met mezelf. Zo. Wat een smoothe foto. Oké, nu ik de foto heb, is het de bedoeling om mezelf zo goed mogelijk in de andere foto te photoshoppen, zodat niemand doorheeft dat het nep is. En ondertussen kwamen de eerste reacties op mijn story langzaam binnendruppelen. Julia Heetman, waar ga je heen? Ga je nog mee, Valencia? DJ Lajoon. Ik heb mijn andere DM's nog niet gecheckt, maar mijn vrienden die sturen me allemaal vragen voor die maliet. Waar gaan we? Ik weet niet of ik ook tegen mijn vrienden ga liegen erover. Het gaat weer op mijn Instagram volgers door, want mijn vrienden weten sowieso dat ik hier nog ben. Dat is onmogelijk eigenlijk. Ik zie hun letterlijk. Deze week. Maar goed, in ieder geval, yes, there we go. Eerst moet ik mezelf nog even vakkundig uitknippen en kom ik er deze video achter dat ik eigenlijk een zieke Photoshop pro ben. Oh mijn god, ik ben een reus. Hij staat meteen wel een soort van goed. Kijk, dit heb ik even nodig. Zo moet hij ongeveer zijn. En vervolgens hoef ik alleen nog maar het andere meisje uit de foto weg te knippen en mezelf erin te plakken. Ja, veel beter. Op zich is het wel goed gedaan zo hoor, eerlijk. Je ziet ook de verspiegeling in de grond een beetje hier. Die schoenen. Ik had eigenlijk niet deze schoenen aan moeten doen. Deze vallen wel op. Nou. Oké. Nou, we gaan het gewoon proberen. Weet je? We gaan het gewoon proberen. Ik denk dat mensen het niet gaan zien. Oké, ik heb de foto die ik morgen op mijn Instagram ga posten. Maar ondertussen kreeg ik nog een leuke reactie van Sean. Oké, als je denkt wat een raar shot. Mijn statief kan niet verder omhoog omdat ik hem net kapot heb gemaakt. En dan heb ik niet over dit statief die ik vanmiddag al had gesloopt. Dat is die van mijn telefoon namelijk. Dit is weer een andere. Dus ik heb vandaag al twee statieven er doorheen gejast. Nice. Sean zegt, ga je heen? Ik zeg, Parijs. Zegt hij, oh lachen, wat ga je doen? Ik zeg, jij gaat mee. En dan stuur ik daarna de hele foto, want de niet gekropte foto, daar zit hij op. Hij zegt, maar waarom? Ja, wat moet ik je daarop zeggen, joh? Ik denk, wat doet deze guy? En ongeveer 2 uur later, toen het donker werd, ben ik natuurlijk geland in Parijs. En moet ik even een storytje posten van de Eiffeltoren. Kijk, weet je, ik heb dus een lifehack. Als je nou gewoon op Instagram naar die map, of op Snapchat naar die maps gaat, en dan naar Parijs. Dan zie je dus allemaal Snapchats van mensen die iets hebben gepost in Parijs. Dus ik was ongeveer 10 minuten aan het scrollen door allemaal stories van mensen en vond uiteindelijk deze. Dit wordt hem. Blijft een mooi ding. Ga ik erbij zetten. Oh my god. Nee, ik wil ook even een locatie taggen. Waarom zou ik die locatie taggen? Als mensen niet weten waar dat is. Maar Steve, die Snapchat ding daaronder is echt super ongeloofwaardig. Nee, maar dat ziet niemand toch? Jawel. Kijk, je moet mensen ook een beetje een kans geven. Nee.
Kijk, en morgen wordt het pas echt spannend, want dan ga ik een neppe foto posten. Dan kunnen mensen het doorhebben. Maar goed, alles wat ik tot nu toe aan het posten ben in mijn story is alleen maar opbouw naar de echte post van morgen. Dan gaan we zien of er comments onder zitten die denken dat het nep is. Het is de volgende dag en ik moet zeggen, ik heb, ja, los van al mijn vrienden die zeiden van, joh, wat ben je aan het doen? Niet echt vragen gehad nog over waar ik ben. Wat logisch is op zich, ja, weet je, waarom niet? Waarom zou het niet kunnen? Dit was allemaal nog niet heel verdacht. Maar het moment is daar. Ik ga de foto posten. Laten we even kijken. Oh, ik kom deze film, dit filmpje tegen van Sean. Een van mijn favoriete filmpjes ooit, John, die van een paard valt. I don't know why. Oh, oh ja. Het topje van de Eiffeltoren moet er ook op natuurlijk. Hij is eigenlijk iets te lang. Zo, dit is wel mooi. Vette foto eigenlijk. Weet je wat dus heel triest is? Dat dit een van de betere foto's is, denk ik, die ik het afgelopen jaar heb gepost. En hij is nep. Mooi die Big Ben. Dat is grappig, want het is niet de Big Ben. Snap je hem? Het is de Eiffeltoren. Nou, weet je wat? Oh mijn god, hij gaat eruit. Wat? Oké, de post staat online. Maar om het nog meer geloofwaardig te maken, ga ik nog één story posten over dat ik vandaag nog steeds in Parijs ben. Ah, ik ben heel creatief met de, creatief met de camerahoeken nu. Maar niemand zegt nog iets over de foto. Mensen vinden het leuk. Alleen iemand zegt, je lijkt zo klein hier. Dat zou kunnen komen doordat ik het heb gefotoshopt natuurlijk. Maar ik lijk toch helemaal niet klein hier. Ik lijk hier juist groot. Ik wil een story maken. Ik wil gewoon iets van een soort van de straat hebben, weet je wel. Dus ik dook weer op Snapchat Maps en ik vond deze video. Hier kan ik wat mee. Hier kan ik wat mee. Dit is top. Dit is top. Ik ga deze doen. Oké, dus ik heb een story van een guy die zat te voetballen in Parijs. Maar ik ga ook nog even mijn eigen stem eronder editen. Zodat het nog meer lijkt alsof ik deze heb gefilmd. Ja, ik heb dit gezegd. Ja, nee, dit kan ik ook. Dit is niet moeilijk. Dit klinkt dus iets wat... Makkelijk zelfs. Dit klinkt dus iets wat ik zou zeggen. Kijk. Dus stel, ik zou het nu zo doen. Ja, nee, dit kan ik ook. Dit is niet moeilijk. Makkelijk zelfs. Ja, dit is gewoon letterlijk een story zoals ik hem zou maken. Dit is perfect. Deze ga ik nu in mijn story zetten en niemand gaat het doorhebben. Oh, ik wil aan mijn microfoon blijven praten natuurlijk. Ik ben echt trots op mijn story. Kijk, boom. Schiphol. Eiffeltoren. Ja, nee, dit kan ik ook. Dit is niet moeilijk. We zijn lekker op weg, maar omdat ik Stefan heet en altijd vooruit denk, weet ik dat er een moment gaat komen dat ik niet goed genoeg kan photoshoppen om alles echt te laten lijken. Dus besloot ik een van de beste designers te bellen die ik ken. Hey. Hallo. Hoe is het met jou? Eigenlijk moet jij zorgen dat ik op plekken word gefotoshopt waar ik niet ben. Als we nou eerst zeg maar de achtergrond gaan uitzoeken en daarna een foto van jou gaan maken, ik denk dat we wel een heel eind kunnen komen. Dat zou wel echt vet zijn. Oké, nou, fantastisch. Dan ga ik die foto's voor je maken. Ik ga naar Dubai! Ja, Stefan, maar Dubai komt later in de video pas. Eerst ga je nog even een detour maken naar Berlijn. En werden dat hij weer heel overdreven met een zucht gaat zitten in beeld. Ah, zo. Ik ben weer terug vanuit Parijs en... Niemand heeft iets gemerkt. Dat ik geen één comment whatsoever was van... Volgens mij klopt dit niet. Zelfs mijn vrienden in het echt. Betekent dat het tijd is om een stapje omhoog te doen. Ik zat te denken, ik heb wel zin om naar Berlijn te gaan. Maar toen bedacht ik me dat in plaats van met het vliegtuig ik ook... Met de trein naar Berlijn kunnen gaan trouwens. Ja, ik ga met de trein naar Berlijn. Dat is leuk. Dus ik dook weer op Snapchat Maps en besloot een story te pakken vlakbij Amsterdam Centraal. Dit is het moment... Ja. Deze is perfect. Dit is het moment dat je wilt vertrekken met die trein. En voor de engagement met mijn Instagram followers besloot ik er nog even een leuke vraagsticker bij te doen. Amsterdam Centraal. Auw. Waar gaan we heen, wilde ik zeggen. Oké. De eerste trap is gezet. En nu voor trap 2 moest ik natuurlijk weer een post photoshoppen. Alleen dat ging Boukje voor me doen, want ik had een foto gevonden in Berlijn in de avond. En dat is echt heel moeilijk. Ik had samen met Boukje deze foto uitgekozen en die ging ik nu proberen na te maken met de hulp van Sean. We gaan eens even naar Berlijn. Dit is Berlijn. Dit is in mijn kamer. Jouw slaapkamer. Yeah. Dus we hebben heel erg ons best gedaan om een zo goed mogelijke foto aan Boukje aan te leveren. Maar omdat het natuurlijk zogenaamd avond moet zijn, is het super moeilijk met het licht. Gast, dit moet lukken, gozer. Dit moet lukken. Besef dat dit gewoon Berlijn is zometeen. Besef dat. Ik stuurde de foto naar Boukje en die zei dat hij eigenlijk niet helemaal goed was. Maar ze ging haar best doen en ik kreeg deze foto terug. Wat een plaatje. Ik moet wel zeggen, je kan inderdaad zien dat het niet helemaal echt is. Maar goed, we geven de mensen iets meer een kans om erachter te komen dat het nep is. Oké, ik was net in de gym en ik vergat opeens dat ik nu net ben aangekomen in Berlijn. En ik moet ook nog op story posten dat ik onderweg ben zit in de trein. Dus, after my computer.
Oké. Ik dacht, het is een goed idee om gewoon een video op YouTube aan te zetten. Dat je uit het raam kijkt van een trein. Zoals dit. Film ik gewoon mijn scherm. Hier, kijk, dit is Japan. Who the fuck cares? Nou, weer een beetje kloten en influencer heb ik uiteindelijk dit in mijn story gezet. Waar gaan we heen? Klaats! Almost there. Ja, dit ziet toch niemand. Dit is supergoed. Ik ben, de microfoon is hier, je oormail zag. Maar ik ben trots op mezelf, laat ik het zo zeggen. Zo, ik heb even gedoucht, want ik had net gesport. Ik ga morgenochtend deze foto posten, dat ik zogenaamd in Berlijn ben. Tot nu toe gaat het supergoed en ik ben mezelf weer aan het opzetten om een mooie post over Berlijn te doen. Alleen, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik mezelf aardig in de nesten werk later in de video. Oké, het is de dag erna. Tijd voor het moment of the truth. Ik ben zenuwachtig. Ik denk dat ik de schoenen eraf knip, want die maken het voornamelijk nep. Oh man, dit wordt spannend. Hier zou het wel eens een beetje de mist in kunnen gaan. Oké, ik ga iets leuks bijzetten. Maak het rijmpje af. Het leven is fijn als je bent in... post. Ik ga niet kijken. Ik kijk over een kwartiertje weer op mijn telefoon. Dan gaan we zien of we zijn gesnapt. Hij staat nu een tijdje online en ik zag een comment van Julia en die moest lachen of zo om iets. Maar ik weet even niet wat het is en ik ga nu even de comments checken. Oké, kom op. Kom op alsjeblieft. Aanland, Veluwe, Barça, Berlijn, Alphen aan de Rijn, Berlijn. Oké, allemaal gewoon mensen die... Beijing. Geen één comment. Geen één comment over dat het nep is. Gast, hoe kan dit? Geen één comment over dat het nep is. Alleen het is de volgende dag en we gaan naar Dubai vliegen. En dit is waar het lastig wordt. Ho, vandaag is een exciting day. Los van het feit dat ik, ik had dus een puist. Ik weet niet man, ik dacht ik ga hem gewoon uitknijpen en het ging niet. En toen ben ik soort van helemaal hem gegaan en nu heb ik dit. We moeten natuurlijk eerst weg uit Berlijn. Dus ik dacht van, ik pak gewoon zo'n foto van internet van als een vliegtuig gaan. Deze is te mooi eigenlijk, ik pak deze. En dan zet ik die in mijn story van next. Next. On my way to the neck. In ieder geval dat mensen denken dat ik in het vliegtuig zit en dat ik dan vanmiddag kan landen in Dubai. Maar ik heb wel zin om even naar een warm land te gaan. Nou, oké dan. Laten we gaan. Oh mijn god, ik kreeg net een DM van iemand. Van Annie, lieve schat. Zeg, ik moet wel zeggen, die van jou is mooier gelukkig. Ik zie een foto, dus precies op dezelfde plek sta. Als waar ik sta, mijn gefoto's op de foto. Maar natuurlijk is mijn foto mooi, want hij is gefoto's, joh. Oké, mijn statief is kapot en hij kan niet verder omhoog dan dit. Ja, ik ben echt een nieuwe koper. Maar goed, ik ga een foto maken dat ik in de woestijn sta in Dubai. En ik hoop echt dat ik niemand hiermee beledig, maar ze hebben altijd van die... Je hebt altijd zo van die... Een shemach. Zo van die shemachs heb je daar. Maar die heb ik niet. Dus ik dacht, wat nou als ik dit soort van op een goede manier voor mijn hoofd doe. Dit gaat niet werken. Ik had deze foto uitgezocht om mezelf in te editen. Alleen daarvoor heb ik eigenlijk wel zonlicht nodig. En dat is er natuurlijk niet in Nederland. Of toch wel opeens nu heel even. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. Oké. Kijk. Het is bewolkt, maar de zon schijnt for some reason. Het is warm in Dubai. Een basic shirt dat nooit uit is gebracht? Nee, de zon komt van achter op die foto. Ik maakte een aantal foto's en omdat ik een natural born model ben, waren ze natuurlijk meteen al... Wat een lelijke foto zeg. En uiteindelijk wist ik samen met mijn puist toch een fotootje eruit te knallen. Oké, foto gemaakt. Ik ga het nu bewerken op de computer. Maar ondertussen krijg ik best wel veel DM's op mijn uit het raam vliegtuigfoto. Leuk, eerste keer. Ik heb mega veel restauranttips voor Dubai. Twee keer geweest vorige maand. Neem aan dat je naar Dubai gaat. Wat leuk. Ik ben super benieuwd. Wat gaat Stefan doen? Vincent vraagt dat. Dubai, maat. Nou goed, ik ben nu eigenlijk dus nog onderweg natuurlijk. Ondertussen ga ik vast mijn eerste post bewerken. En ik ga het ook weer een leveltje omhoog, jongen. Ik ga een aantal gekke foto's fixen, stories fixen. En ja, als we dan toch ons Instagram aan het faken zijn, begon ik even met het belangrijkste. Zo, die is weg. En mijn haar wordt een beetje lastig, omdat het natuurlijk helemaal wild zit. Het is wel goed dat het zo wild zit, want dan ga ik gewoon erbij zitten van het waait hier hard. Dat maakt het extra geloofwaardig. Ik denk over die shit na, bro. Je weet niks. Dus ik doe weer wat Photoshop magie en... Shit, lijkt dit echt of niet? Dit zou wel eens nep kunnen. Oh, dit zou wel eens nep kunnen zijn. Ik ga heel veel ervan weg. Dan kom ik zo meteen weer terug om te kijken of ik het nog steeds nep vind. Ik moet er even een soort van objectieve blik op kunnen werpen. Dus ik kwam een uurtje later weer terug. En blijkbaar had ik poep in mijn ogen of zo. Oh ja. Dit zou wel... Ja, ik weet niet man. Even kijken.
Het zou echt kunnen zijn. Ik had serieus poep in mijn ogen toen. Dat had er niks mee te maken dat ik te lui was om nog een foto te maken, hoor. Dat was het sowieso niet. Verder ondertussen goed nieuws dat niemand mij nog verdenkt. Alle mensen die het zien, geen één ertussen die denkt van, dit klopt niet. Dus ik denk dat ik nu gewoon ga doen dat ik aan ben gekomen. Hoeveel kilo dan? Ik ga even doen alsof ik op het vliegveld ben geland. Ik heb hier een oude vliegticket gevonden ook. Ik weet niet of je een mondkap op moet op Dubai Airport, maar het ziet er in ieder geval geloofwaardig uit en het verbergt me enorm op buis. Dus, dus ik een story maken alsof ik aan ben gekomen op de airport. En dit ging echt een hele grappige. Kijk hoe nep. Kijk, ik ga gewoon iets obvious neerzetten. Laf vliegen zonder ruim bagage. En dan doe ik nu locatie Dubai Airport. Laf vliegen zonder ruim bagage. Kijk, je hebt deze ding in die mondkap. Deze is wel goed hoor. Hey. Oh mijn god. Mensen geloven het ook gewoon. En toen was het moment daar om de woestijnfoto te gaan posten. Nu ik er zo naar kijk op mijn telefoon, ziet hij echt nep uit. Shit. Dit gelooft niemand. Dit gelooft... Ja. Oh mijn god, nee. Dit wordt wel erg gênant hoor. Ik ben bang dat mensen het niet gaan geloven. Woestijn is niet goed voor je kapsel. Oké, ik ga het nu posten. Dit wordt echt gênant. Oh mijn god. Ik ben echt zo benieuwd of mensen dit gaan geloven. Bram hebben nu. Hier gaan mensen niet intrappen, toch? Oh, klote. En toen, zoals verwacht. Ik weet nou niet of dit nep is of echt. Oh mijn god, we zijn gebreached. Oh nee. Het wordt ook steeds nepper. Deze is super realistisch. Iets nepper. Heel nep. Is dit gefotoshopt? Lol, Steve. Je kan beter photoshoppen dan dit. Waarom lijkt dit nep? Wat is het nou? Haha. Dat is toch wel echt nep. Edit skills on point. Oh, fuck. Shit, hij is te nep. Gio Latoy, nota bene, zegt... Jouw foto's zijn gefotoshopt. Ik heb je door. Waarom denk je dat? Gio? Bezig met een video, beetje gefotoshopt. Edit skills on point. Dit is echt zo nep. Ik zou je photoshopper niet betalen. Ik ben een photoshopper. Oké, ik heb jullie onderschat. Ik heb jullie onderschat. Maar ik geef niet op. Ik geef niet op. Misschien denken mensen wel dat ik in Dubai ben nog steeds. Maar gewoon een Photoshop ding heb gemaakt in Dubai. Misschien kan ik dit nog wel recht trekken. Stap 1 was nog een nep storytje posten vanuit Dubai. Maar vervolgens zou het geluk mijn kant op vallen. Lijkt net een hertje. Boom, post. Deze story is geloofwaardig, man. En als je hoopt dat ik je nu ga vertellen wat het geluksmomentje was, dan heb je mazzel. Wat ga ik nu doen? Ik was namelijk in die avond met Julia aan het chillen en vervolgens zag ik dit. Ananushin zag ik posten iets dat ze in de woestijn was. Dus ik dacht van, oh mijn god. Oh mijn god. Last chance. Ik dacht, als Anna nu iets post dat ze met mij daar is, nou, dan ben ik weer helemaal terug. Ik had Anna het hele plan uitgelegd en haar gevraagd of ze een story wilde posten en mij daarin taggen. En als een legend dat ze is, zei ze... Jalle, kom dan. Tuurlijk doen we dat. Zeg maar wat je wilt. Jalle, kom dan. Geweldig. Dus zij stuurde dit filmpje naar mij. En dan moet je het even editen, zo van... Wil je nog thee of zo? Zoiets. Ja. Zoiets. En dan... Nu was het dus even zaak om mijn stem onder het videootje te zetten, zodat zij dat vervolgens weer op haar Instagram kan posten. Nog een theetje. Nee, wacht, doe nog een keer. Blijf lopen. Ik ga meerdere opnemen. Zo. Alleen toen ik het terugluisterde, hoorde je te goed aan de audio dat het binnen was opgenomen. Dus ik besloot even naar buiten te gaan. Een tita-theetje. Kijk eens, een tita-theetje. Oké, ja, die is top. Oké, dat was totaal niet raar. Maar goed, vervolgens postte Anna dit op haar story. What are the odds? En Steven de Vries. Kijk eens, een tita-theetje. Een tita-theetje. Oh, wat goed zeg. En toen kon ik dat dus weer reposten. En ik was weer back in the game. Om iedereen te laten geloven dat ik weg was. Echt wel goed hoor. Nee. Zo. Ik zou nu ook in twijfel raken. Ja. En zelf poste ik ook nog deze foto. Zogenaamd vanuit mijn perspectief. Oké, na een heftige paar dagen en bijna betrapt te worden, of soort van betrapt te worden eigenlijk, gewoon heb ik besloten heel even een weekendje rustig aan te doen. Gewoon niet echt iets van me te laten horen op de gram. Maar vandaag is het tijd voor onze laatste trip naar een ander land. En niet zomaar een trip, want we pakken de private jet. Even kijken hoor, moet je kijken. Dit is top, want van Kai van de Voort, die dus blijkbaar wel echt met private jets vliegt, heb ik deze foto's gekregen.
En die kan ik natuurlijk weer mooi posten op mijn verhaal. Ik dacht, we pakken de privéjet naar Nice. In het zuiden van Frankrijk. Vlakbij Saint-Tropez, Monaco in de buurt. Allemaal rijke mensen daar. En dan is dit onze allerlaatste trip van de week. Dus ik zette er weer een supercoole tekst bij. En weet je wat ik ook denk? Ook al denken mensen dat het nep is. Ze denken niet van dat ik nog steeds deze video aan het opnemen. Hoe lang duurde het nou? Want hij zal toch niet nog steeds daarmee dat allemaal aan het doen zijn. Maar jawel. Dat doe ik nog steeds, want ik heb geen leven. Pats, die zijn posten. En toen deed ik een hele nare ontdekking. Ik heb volgers verloren door dit allemaal. Er zijn gewoon een aantal mensen geweest die dachten, wat een loser is die Steven. Dat is een vakantiefake en zo. Dat hoef ik niet te zien. Dus ik zit bijna op de 507.000 nu in plaats van 508 waar ik op zat. Dus volg me even op Instagram als je dat nog niet deed. Ik beloof dat ik nu alleen nog maar echte dingen zal posten. Denk ik. En dan vlieg ik intussen even door met mijn private jet. Dit redden we wel zo. Oké. Oh mijn god, ik schaam ook weer. Het is ook weer zo decadent dat je nu allemaal gaat posten. Oeh, het is een paar uur later en ik moet eigenlijk gaan. Maar ik was bijna vergeten dat ik nog moest posten dat ik ben geland. En gelukkig ben ik dus al een aantal keer op Nice geweest. Dit filmpje heb ik nog. Hier zie je me landen. Hier zie je me opstijgen vanaf Nice Airport. Met regen. Ik denk als ik gewoon een klein stukje doe, dat je niet ziet dat ik eigenlijk opstijg in plaats van land. Ik dacht dat het hier mooi weer zou zijn. Laatst zeggen. Nice, South of France. Pas. Oké. Oké dan. De laatste post van dit experiment. En hiervoor gebruikte ik wederom een oude foto van toen ik op Nice zat. Zal ik erbij zetten. Oké, toch wel mooi weer. Dit was gewoon leuk om te kijken of mensen geloven dat ik in een private jet ga. En ik heb er nog niks raars over gehoord. Mensen vinden het blijkbaar heel normaal. Wederom niemand die me verdenkt. Tenminste, we hebben al heel vaak mensen gehad die me verdachten na die vorige post. Maar daarna met het Alanoushi verhaal weer heel veel mensen geturnd. Dus ik vind dit leuk. Ah. Voor iemand die naar allemaal van die exotische plekken is gegaan, ben ik nog verdomd wit. In ieder geval, mijn week reizen zit erop. Het is best wel eng eigenlijk om over na te denken dat je gewoon zo makkelijk die dingen kan faken. Die eerste paar foto's van mij, die geloofde letterlijk iedereen. Ik was gewoon echt in Parijs. Ja, dit bewijst maar weer eens, weet je. Geloof niet alles wat je ziet op The Gram. En volg me op Instagram, want ik ben dus 2000 volgers lichter naar dit fiasco met nepfoto's. Wat ik snap. Later.